Voorzitter, het kabinet neemt de uitslag niet serieus. En de minister-president wil het vrijhandelsverdrag met Oekraïne zo graag dat hij de meerderheid van de kiezers die nee stemden een rat voor ogen draait door te stellen dat het verdrag gewoon doorgaat als Nederland nu niet gaat onderhandelen over het verdrag. Voorzitter, dat is wel zulke onzin en een premier onwaardig. Alle lidstaten moeten het verdrag ratificeren. En bij unanimiteit. En als Nederland niet ratificeert, gaat het vrijhandelsverdrag met Oekraïne niet door. Dat zijn de feiten. Voorzitter, de burger moet serieus genomen worden. En de minister-president voedt in dit debat verder het wantrouwen in de politiek. We hebben daarom ook de motie mede ondertekend die vraagt om een intrekkingswetsvoorstel van de SP. Voorzitter, op dit moment is zo ongeveer 70% van het vrijhandelsverdrag voorlopig in werking getreden in afwachting van ratificatie. En deze handelsafspraken geven Oekraïne toegang tot de Europese markt met producten die niet voldoen aan de eisen die de Europese Unie stelt. Daarom de volgende motie. De Kamer gooit de beraadslaging, constateren dat het eerbiedigen van de ondubbelzinnige uitkomst van het raadgevend referendum over het associatieakkoord met Oekraïne inhoudt dat Nederland het associatieakkoord niet zal ratificeren. Constateren dat de voorlopige toepassing van dit associatieakkoord gericht is op de verwachting dat ratificatie zal geschieden. Constateren dat het kabinet aangeeft dat het voorlopig toepassen van een verdrag niet kan voortduren als het verdrag niet geratificeerd wordt. Verzoekt de regering ervoor te zorgen dat de voorlopige inwerkingtreding van het associatieakkoord zo snel mogelijk beëindigd wordt en gaat over tot de orde van de dag. Wordt de indiening van deze motie in voldoende mate ondersteund? Dat is het geval, dan maakt ze deel uit van de beraadslaging. Voorzitter, vrijhandelsverdragen hebben een grote impact op democratische samenlevingen. En referenda over de wenselijkheid van vrijhandelsverdragen zijn dan ook noodzakelijk. Vandaar de volgende motie. De Kamer gooit de beraadslaging. Constateren dat de Europese Unie en de Verenigde Staten momenteel onderhandelen over een vergaand vrijhandelsakkoord TTIP. Overwegen dat een handelsakkoord tussen de Verenigde Staten en de Europese Unie een groot impact zal hebben op onze samenleving, doordat het veranderingen met zich mee kan brengen in democratische bevoegdheden, onze rechtsstaat en in de regelgeving die privacy, arbeidsomstandigheden, milieu en voedselveiligheid beschermt. Van mening dat een dergelijk verstrekkend verdrag alleen tot stand kan komen wanneer de bevolking daar actief voor kiest, verzoekt de regering een raadgevend referendum te organiseren over de wenselijkheid van de eventuele totstandkoming van een vrijhandelsakkoord als TTIP tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten en gaat over tot de orde van de dag. Wordt de indiening van deze motie in voldoende mate ondersteund? Dat is het geval. Dan maakt ze deel uit van de beraadslaging. Voorzitter, op dit moment is er een petitie wat al door 100.000 mensen is ondertekend voor een referendum over TTIP. Maar ik zou heel graag de Tweede Kamer willen verzoeken om dat gewoon te organiseren, zodat niet weer de burgers al die moeite moeten doen. Dank u wel. Dank u wel. Hiermee zijn we aan het eind gekomen van...